Prinses Máxima heeft donderdag in Venlo het project Boy Forever bezocht. Dit project is een succesvol jongereninformatiepunt en tevens winnaar van een Appeltje van Oranje in 2008. De stichting is ontstaan na de dood van mijn zoon Boy. We zijn toen eigenlijk met de vrienden van Boy gaan kijken van hoe is het een goede manier om informatie toegankelijk te gaan maken voor jongeren. Ja, en toen gaven de jongeren eigenlijk zelf aan van ja, er moet gewoon een plek zijn waar we ons thuis voelen, waar we gewoon met alle vragen en ja, opmerkingen met alles gewoon terecht kunnen. Ja, en dat hebben we geprobeerd hier in elkaar te zetten. Boy Forever is vooral zo'n bijzonder ontmoetingscentrum, omdat er groepen jongeren komen die je normaal nooit bij elkaar zou treffen. Zo tafelvoetballen Lonsdale-jongeren er regelmatig met rappers. Benieuwd van, wat zou dat eigenlijk allemaal zijn, want er kwamen een andere soort mensen daar, zeg maar gabbas en zo, kwamen daarheen. En dus dachten we, laten we eens een kijkje nemen. Dus zijn we naar binnen gegaan. Dan heb ik gevraagd van, is het welkom voor iedereen? Zeiden ze, ja tuurlijk, zo. Ja, en dan zijn we gaan tafelvoetballen. En zo heb ik tegen die andere jongens ook gezegd van zo. En zo zijn die jongens ook allemaal binnengekomen. En sindsdien komen we allemaal binnen. En dat is gewoon Nederlanders, Marokkanen, allemaal verschillende. We zijn gewoon één groep samen. We doen ook activiteiten voor met EK, WK. Je voelt je niet gedwongen, je bent niet gedwongen voor je verhaal te vertellen. Maar als je iets dwars zit, dan kan je eigenlijk altijd eruit. Dus. Ook buiten kantoortijden? Buiten kantoortijden. Nou, ik heb wel eens gehad dat we wel eens na 10 uur hebben opgebeld. Als het was. En dan, als ze dan nog wakker was, dan nam ze op. En dan, Voel je hier thuis? Ja, zeker wel. Appeltjes van Oranje worden jaarlijks uitgereikt aan mensen die zich inzetten voor meer betrokkenheid in de samenleving. En bedoeld om anderen te inspireren ook zulke initiatieven op te zetten.